Honderden popliefhebbers struinden door Ude vanwege popronde. Ude ontving vrijdag voor de tweede keer het rondreizende poprondefestival. Honderden popliefhebbers trokken door Ude om verdeeld over acht podia op zeven locaties aanstormend talent te ontdekken. Van de ingetogen singer-songwriter Martin Jasper in de Kruisdeerkapelle tot meezingbare nederpop van Faye in *Sergeant Peppers en van nederop van Abel tot dansbare avant-garde-pop van Jaromila bij Café de Preek. De eigenaar van Café de Preek had dit jaar zelfs een tent met een groot podium neergezet om het publiek goed de ruimte te geven. Er kwamen dit jaar dan ook meer mensen af op de popronde in Ude dan een jaar eerder. Toen streek het rondreizende festival voor het eerst neer in Ude dat het stokje overnam van Os, omdat de gemeente geen subsidie meer wilde geven voor het festival.